Met een oppervlakte van ruim 200 keer Nederland, het onmetelijke Amazonegebied, het regenwoud en de op één na langste rivier ter wereld, het grootste moerasgebied ter wereld, de Pantanal, en een bloeiende economie, is Brazilië een interessant gebied voor het vak aardrijkskunde. Maar onze beeldvorming is niet altijd correct. Voor het examen aardrijkskunde willen we werken aan een correcte mental map, een correct kaartbeeld van dit gebied. Ook het geografisch beeld, hoe het gebied eruit ziet en hoe de mensen er leven, wordt verder ingevuld. Geografische kenmerken van een gebied zijn 1. De absolute ligging. Brazilië ligt bijna helemaal tussen de beide keerkringen. 2. De relatieve ligging. Brazilië ligt tussen 10 buurlanden. 3. Fysische kenmerken. Denk aan de klimaten die het land kent. 4. Sociale kenmerken. De gemiddelde leeftijd is bijvoorbeeld 32 jaar. En 5. Relaties met anderen. Handelspartners van Brazilië zijn bijvoorbeeld China, de Verenigde Staten en Argentinië. We denken vaak in stereotypen, algemene karakteriseringen van mensen of gebieden. Standaardbeelden waarin we iedereen over één kam scheren. Bijvoorbeeld Brazilianen kunnen goed voetballen en ze vieren carnaval. En vaak is daardoor ons beeld eenzijdig en onvolledig. Ieder persoon heeft zijn eigen perceptie. Iedereen vult de werkelijkheid in op basis van eigen kennis, waarneming en ervaringen. Je achtergrond bepaalt je interpretatie van de dingen die je ziet. Voor de elite kan een toerist vervelend zijn, maar voor een arme bewoner van een favela is diezelfde toerist misschien wel een inkomstenbron. Brazilië is na 1500 gekoloniseerd door de Portugezen. In Europa bestond toen het beeld van een exotisch land vol indianen en werd Brazilië gebruikt als exploitatiekolonie, waar veel te halen viel. Tegenwoordig is het immense land een volwaardige handelspartner en concurrent. Als een van de BRICS-landen is het een groeiende economie. Maar er staat tegenover dat een groot deel van de bevolking nog steeds in grote armoede leeft. En zo blijft het een land van vele gezichten.